Naar de mond praten zul je, maar wegen wijzen die leven brengen. Mijn woorden zul je spiegelen aan de mensen, zodat ze hun verantwoordelijkheden kennen en kiezen voor dat wat leven geeft.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij de dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. Dit is de nacht. De nacht die heel de aarde rond gevierd wordt als de nacht van bevrijding uit het duister van de kwade machten. Het licht is sterker dan al het duister, onstuitbaar en niet te doven. Dit is de nacht waarin Jezus, de mensenzoon, de banden van de dood heeft losgemaakt en de machteloosheid heeft doorbroken. Hij is licht en leven door de dood heen. Daarom zegenen en danken wij u, lichtende, levende, liefhebbende God. Laat het licht, eeuwige onze God, dat u in ons midden hebt ontstoken, nooit verdwijnen uit ons midden. Wijs ons de weg in het licht van Pasen. Verwelkomen wij het licht. Thank you.
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee. En de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan. Over droog land, rechts en links van hen rees het water op als een muur. Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Deze nacht is anders dan alle andere nachten, omdat wij in deze paasnacht mogen weten en ervaren dat de zon altijd weer op zal gaan. Dat het leven zin en betekenis mag hebben in de omgang met elkaar en met God. Daarom klinkt in deze nacht: gelukkig jij die het allemaal niet meer kan volgen. Je hoort erbij. Gelukkig jij die verdriet hebt en je daarom alleen voelt. Je bent gehoord. Je zal worden getroost. Gelukkig jij die het panzer om het gevoel durft te laten zakken en je durft laten raken. Kwetsbaar en raakbaar. Uiteindelijk zal iedereen zo zijn. Gelukkig jij die soms beroerd wordt van alle ellende, die niet recht praat wat krom is, maar eerlijkheid wil. Het zal allemaal worden zoals jij het wil. Gelukkig jij die ondanks alles
het goede in mensen wil zien. Jou zal recht worden gedaan. Gelukkig jij die een hart hebt voor de mensen om je heen. De eeuwige heeft een hart voor jou. Gelukkig jij die ruzies beslecht, vrede brengt. Dat is pas gelopen. Gelukkig de mensen die eerlijk zijn en daarom gepest worden. Het wordt allemaal anders. Gelukkig jij over wie geroddeld wordt. Ze zijn allemaal jaloers. Gelukkig jij die trouw blijft aan wat toekomst biedt. Trouw blijft aan jezelf. De zon gaat op. Het wordt licht. De Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij heeft gezegd. Kijk maar, daar is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.
Gemeente van Jezus Christus, volgens het evangelie zijn wij door het gebeuren op de vroege morgen van Pasen in de doop met Christus begraven, om in zijn opstanding met hem een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom willen wij op dit feest van licht en nieuw leven onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij, of onze ouders, namens ons zich verzet tegen die machten en krachten die het leven schaden en schenden. En hebben wij en onze ouders beloofd de Heer van het leven te dienen. En daarom vraag ik u, zult u zich te allen tijden verzetten tegen kwaad en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van God? Ja, dat geloof ik. Gedenken en vieren deze nacht de geboorte van deze aarde, onze eigen schepping en geboorte, dat we tot vrijheid
zijn geroepen en mogen leven in het licht. Wij vieren en verkondigen de opstanding van Jezus Messias. Die wordt genoemd de nieuwe mens. De eerstgeborene uit de doden. Het licht der wereld. En wij getuigen van ons geloof in hem. Wij geloven dat God in hem een nieuw en onvergankelijk verbond gesloten heeft met deze aarde. In deze nacht wordt het ons aangezegd dat hij groter is dan alle zonden, dat zijn trouw en menslievendheid sterker zijn dan alle dood, dat God in de Messias Jezus een nieuwe toekomst voor ons heeft geopend. In deze nacht vieren wij onze
gaan over tot de dienst van de tafel. De tafel is gedekt voor allen die hier met elkaar blijven geloven dat het kan, de hemel op aarde, hier en nu. We delen onze gaven voor Amnesty International als teken van onze solidariteit met mensen die gevangen zitten. We delen het brood als teken van hoop dat het volle leven het wint van de dood. We drinken uit de beker van het nieuwe verbond, als teken van Gods droom over zijn wereld en alle mensen. De Heer zelf is onze gastheer. Hij deelt zich uit aan ieder die wil meegaan in die droom en in zijn toekomst. Voordat wij de voorbeden bidden, vraag ik uw aandacht voor de inzameling van vandaag. Die is bestemd voor Amnesty International, de mensenrechtenbeweging die wereldwijd veelal in stilte haar werk doet. Het is de laatste tijd weer duidelijk geworden hoe schaamteloos politiek leiders leden van de oppositie van hun land vermoorden of opsluiten. We richten ons gebed en onze aandacht daarom vandaag op alle mensen die vanwege hun geloof, afkomst of politieke overtuiging van hun vrijheid zijn beroofd. Ze hebben vaak geen rechten en worden onderworpen aan onmenselijke behandelingen. Als zij vergeten worden, is hun lot bezegeld. De bankgegevens vindt u in de nieuwsbrief, of u kunt uw gift opnemen in een maandbedrag dat de diaconie over de collectedoelen verdeelt. Na de voorbeden wordt de tafel klaargemaakt en het tafelgebed gezongen. Daarna volgen de instellingswoorden en bidden wij samen het Onze Vader. Voor het avondmaal wordt eerst het koor uitgenodigd om brood en druivenstap te ontvangen en daarna kunt u van achteruit de kerk naar voren komen. Laten we bidden. Voor al die mensen die opgesloten zijn en gemarteld worden, die zich van God en alle man verlaten voelen. Dat zij ergens een sprankje licht ontdekken. Dat wij die mensen zijn die licht verspreiden. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. Laten we bidden voor zoveel kinderen die in armoede opgroeien, ook hier in ons eigen rijke land. Voor mensen die mishandeld en misbruikt worden, alsof ze een wegwerpartikel zijn. Voor jongeren die geen thuis hebben, die zich niet gezien en in de steek gelaten voelen. Voor mensen die zijn gevlucht en hier in ons land, in ons eigen dorp, een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Dat er mensen zijn met handen die bereid zijn om te delen. Met voeten om samen met hen op pad te gaan. Met ogen die hen zien. Dat wij als opgestane mensen een baken van hoop en licht zijn en met mededogen en respect naar anderen kijken. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. We zouden het soms willen uitschreeuwen om alle ellende. Maar laten we nu in stilte voor God neerleggen wat leeft in ons hart. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. Amen.
eigen naam genoemd werd, toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier. Die genoemd werd Jezus, zoon van Jozef, zoon van David, zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abraham, zoon van Abraham.
hij die op de avond van zijn lijden brood genomen heeft. Het heeft gebroken. En heeft het rondgedeeld met de woorden: dit is mijn lichaam voor u. En zo nam hij ook de beker. Hij zegende die. Hij gaf hem rond en zei: dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor velen wordt vergoten. Drinkt allen daaruit. Doe dit om mij te gedenken. Bidden wij, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons is schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u hoort het koningschap, de macht en majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer, zei altijd met u. Zijn vrede ook voor u. Wens elkaar de vrede van Christus. Vrede voor jou. We gaan nu over tot het delen van brood en wijn. Het koor komt zoals gezegd eerst en daarna kunt u van achteruit naar voren komen. En ook zoals gezegd, ieder die hierin delen wil is van harte welkom. Thank you.
Er is een weg die mensen gaan, die, terwijl ze wijzend naar die stip op de horizon, zachtjes tegen elkaar fluisteren dat ellende en oorlog niet het laatste is. Dat angst niet het laatste is. Dat gevangen zitten niet het laatste is. Dat dit is geen leven niet het laatste is. Dat ik weet maar geen raad niet het laatste is. Dat ik je haat niet het laatste is. Dat iemand kwijtgeraakt zijn niet het laatste is. Dat de wereld is een puinhoop niet het laatste is. Dat het kan me niet schelen niet het laatste is. Dat geen thuis meer hebben niet het laatste is. Dat helemaal alleen zijn niet het laatste is. Dat jij hoort er niet bij niet het laatste is. Dat nergens meer zin in hebben niet het laatste is. Dat het allerlaatste niet het laatste is. Er is een weg. Een lange weg van geloof, hoop en liefde. Een weg die nieuw leven opent. U ziet in uw boekje zometeen helemaal aan het eind dat u van harte uitgenodigd bent om nog even te blijven na de dienst. Maar
Ik denk dat u zo nog niet weg wilt. Want als wij weer de wijde wereld ingaan, krijgen we altijd de zegen van de eeuwige mee. En zeker vandaag, na deze driedaagse, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, die wij gevuld hebben met heel veel zingen en horen en lezen, gaat u met een heleboel naar huis. We gaan ook naar huis in de hoop dat bij een volgende keer onze voorganger Welmoed van Zeventer zelf weer gezond en wel hier zal staan en de zegen over u zal mogen geven. Vandaag deden we het anders, met mij in een dubbelrol, wat niet voor iedereen duidelijk zal zijn geweest waarom dat nu weer gebeurde, maar het was puur vanwege de ziekte van Welmoed dat ik vandaag met u mocht zingen en spelen en het brood mocht delen. En misschien wel het mooiste, u de zegen mee mag geven. De levende zegen en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Gaan zitten. Ja, want er staat van alles te gebeuren nog even. We hebben nog drie dingen te doen vanavond, denk ik zo. De eerste twee hier in de kerk en daarna dat glaasje wat al beloofd is. Ik maak even een uitzondering. Dat doen we niet zo vaak in de kerk, bedanken voor mensen die meegewerkt hebben. Dat wil ik dit jaar wel doen en dan in het bijzonder de voorbereidingsgroep. Dat zijn de mensen die al ergens even na kerst beginnen met na te denken hoe ze deze vieringen in elkaar moeten steken. Dit jaar zonder Petra. Petra kon op afstand een beetje meedoen, maar vanwege haar gezondheid ging dat niet. Gelukkig schoof Welmoed aan, dus het team was weer volledig. Maar u heeft net het verhaal van Dirk ook gehoord, ook Welmoed. Korte termijn gebeurde dat, dat was dit weekend, toch Michiel? Ja, de berichten kwamen, dat ging niet. Dus die voorbereidingsgroep die had zijn werk keurig gedaan, moesten verder gaan improviseren. En hebben ze weer uitstekend gedaan. Dus ik vind dat er woorden van dank en waardering uitgesproken moeten worden. En zeker ook met een voorganger die op het laatste moment invalt. Dus onze waardering voor, even kijken, Anki, Maria, die zit daar. Welmoed, die zit thuis. Jan Haan zit daar. En dan sluit jij aan. Jij doet de voorbereiding. Dus, kijk, er worden nog veel meer namen genoemd. Gelukkig is, we vergeten altijd namen te noemen. Dus iedereen die aan deze diensten meegewerkt heeft, naast de voorbereidingsgroep, geweldig gedaan. Dank jullie wel. Maar dan wil ik ook graag nog iets zeggen. Want omdat de goede week voor ons als voorbereidingsgroep heel anders begonnen is dan andere jaren, wil ik dat graag doen. Dirk, ik weet dat het niet de gewoonte is om hier in de kerk bedankt te worden. Maar dat willen we toch doen. Dinsdag, voordat de goede week begon, hoorden we dat Welmoed ziek werd. Jij was direct bereid om in te springen. Pianist,
dominee en ook nog heel even dirigent. Zo zie je maar. Wat een fijne gemeenschap wij zijn. Dank je wel. Jij bent 15 jaar dirigent van de kantorij geweest. En vanavond wordt het laatst. Je gaat met pensioen en wil graag niet meer gebonden zijn. Groot gelijk. Maar wel erg jammer. Wij kunnen wel zeggen dat we met vakantie zijn, maar jij niet. Al die tijd ben je ook kantor geweest. Elke keer de goede week en de bijzondere diensten mee voorbereiden, dat was best een hele klus. We hebben in die tijd heel veel meegemaakt en heel veel geleerd. Het niveau van de kantorij is erop vooruit gegaan. Ondanks dat ook wij 15 jaar ouder geworden zijn. Dankjewel. En we willen je nu een van je favoriete liederen toezingen als hulde aan jou. En vooruitlopend op het jaar dat hij met ons de kantorij gaat proberen, met ons als kantorij gaat proberen, heeft Peter dit met ons ingestudeerd. Dankjewel, Peter. Kunnen we even daar een beetje naar voren? Een beetje rondzagen.